Zo zat ik thuis, ja. Tijdens het interview met Tom Egbers. Ja, ik hoefde dat niet allemaal te horen, vrienden. Al die details over het privéleven van de Tom. Maar ja, er zat er, ja, aangeschoten wereld zat er. Ja, een niet stabiele man. Nee. Ja, een beetje een lek waterbed. Dat zat er gewoon. En het is allemaal zo onnodig, vrienden. En dat komt eigenlijk, het begint allemaal bij dat clubkrantje van de grachtengordel. Ja, ja, dat roddelblaadje. Die Volkskrant. Ja, ja, ja. Die hebben nu al 2 slachtoffers gemaakt, vrienden. Met die vervelende stukjes van hun. Ja, dat is een soort broedermoord daar binnen de secte. Die hebben eerst de Matthijs hebben ze up, op een zijspoor gezet. En nu up, ja, de Tom ook weg. En dat waarschijnlijk, dat doet hem het meeste verdriet. Want de Tom, die hoort zo graag bij de grachtengordel. Die heeft al zo vaak ook laten weten in interviews. Ja, ik zit wel bij Studio Sport. Maar jullie moeten wel begrijpen dat ik natuurlijk veel intelligenter en veel slimmer ben. Ja, dat. En nu wordt Tom dus door zijn eigen clubje helemaal voorkomen afgeserveerd met een hoop onzin. Want daar gaat het over. Want de Tom is dan vreemd gegaan. Ja, dat noemen we vanaf nu gewoon alleen nog maar zoenen. Hè? Dat woord kan weg. Uit de vandalen. Ja, ja, ja. Dat is wel handig. Ja. Nou, in ieder geval, de Tom, dit hele verhaal was volkomen onnodig geweest als de hoofdredactie van Studiosport had ingegrepen. Vrienden, luister goed. Ruim 25 jaar geleden had ik zelf allemaal mensen voor me werken en was ik de baas. Ja, bij de regenjas. En dan zei ik bijvoorbeeld, dan riep ik iedereen bij elkaar van de mensen, voordat we gingen beginnen elk jaar. En dan zei ik, luister even goed. Want er zaten altijd wel in de productie en waar dan ook, of op kantoor, zaten altijd wel 1 of 2 of 3 lekkere meiden. En ik zei, luister goed. Iedereen hier bij elkaar. Er wordt, het woord neuken gebruikte ik niet, vrienden, dat noemde ik veren. Er wordt hier op de afdeling, goed luisteren, niet geveerd. Herhaling, mededeling. Er wordt hier op de afdeling niet geveerd. En je hebt het hele land heb je tot je beschikking om te gaan veren. Ga je gang, doe het elke dag en elk uur, veel plezier. Maar niet op deze afdeling, want er komt alleen maar gezeik van. Ik zeg, als jullie het wel doen, als je het besluit wel het risico te nemen, dan gaat 1 van de 2 weg. En zo gebeurde ook, vrienden. Ja, en zo gebeurde ook. Ja, een paar maanden later was het inderdaad bingo. Ik riep ze bij me en ik zei, nou ja, jullie weten hoe het zit. Ik ben duidelijk geweest. Dus 1 van jullie 2 moet weg. En zo ging het ook. En zo had het ook bij de Tom moeten gebeuren. Gewoon 1 van de 2 had moeten verdwijnen. En dan had je al dat gewauwel en het gepest en getreiter en al dat gedoe. En na dat gezoen had je er allemaal niet gehad. Nee. Nou ja, vrienden. We zijn er nog niet mee klaar. Want we zijn nog niet af. En daar komt het op neer. Van de Volkskrant.